Hoi, hoi, we zijn hier vandaag bij de Beneluxe Benzinedag van Big Brother. Uh, we zijn grofweg halverwege het programma. Hoe, uh, hoe vind je het gaan tot nu toe? Het is de vierde editie alweer van de Benzinedag, uh, voor de eerste keer in Nederland. Uh, ook wij hebben geluisterd naar de feedback die we kregen over de afgelopen jaren. En, uh, er was toch een, een, een vraag om het een keer in Nederland te doen. Dus dat is eigenlijk de eerste reactie: is dat we een uh, ontzettend leuk event hebben vandaag uh, in Nederland. Um, met een uh, hele hoge opkomst. Uh, meer dan 200 mensen die erop af zijn gekomen. Um, vandaag ook het thema verandering. Uh, ik denk dat iedereen in de tankstationwereld te maken heeft met verandering. Uh, verandering uh, in de business zelf, maar ook verandering door de consument. En daar hebben we echt naar gezocht dit jaar om sprekers uh, te krijgen die het, uh, die het daar uh, specifiek uh, over gingen hebben. En ik denk als er dan een highlight is, dan is de drie sprekers die we gehad hebben vandaag uh, uit een heel verschillend kader. Uh, maar die wel echt uh, gepinpoint hebben uh, dat er verandering is, maar dat er ook... Uh, ...daardoor een mogelijkheid is om daarop in te spelen en dat ook weer kansen biedt. Ja, ja, ja. Nou uh, zie je ook aan volgens mij zowel het, uh, 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 het, aan de sprekers als aan het publiek dat het een behoorlijk internationaal uh, karakter heeft. Ja. Um, Engelse spreker, Ierse spreker, Belgische spreker. Je ziet dat ook behoorlijk goed terugkomen in, uh, in de bezoekers? Uh, absoluut. We zijn heel blij dat er uh, verschillende ondernemers uit Engeland uh, ook overgekomen zijn. Uh, we vertalen het uh, event ook simultaan uh, met twee tolken. Uh, want er zijn uh, Franstalige Belgen uh, aanwezig hier. Uh, er zijn ook Vlamingen aanwezig. Uh, en er zijn Engelse uh, uh, en Ierse mensen uh, aanwezig. En dat vinden we uh, fantastisch. Uh, het vertaalt ook een stuk de weg die Big Brother uh, in is geslagen een aantal jaar geleden. Uh, door juist ook internationaal onze business verder uit te bouwen. Dus het doet ons heel veel plezier dat we enerzijds een aantal internationale sprekers bereid hebben gekregen om hun verhaal te delen. Wat soms een beetje verschillend is, maar zoals we ook zagen daarnet bij Brian Donaldson van Maxwell, heel veel gelijkenissen heeft. Mm -hmm. Hoe zij uit de Ierse crisis hun rebrand hebben gemaakt uh, als grootste speler in de markt met vo volledig nieuwe uitdagingen. Um, een heel open verhaal trouwens, wat ik uh, zeker als highlight uh, kan be benadrukken. Ja, ja. En nou heb je het, uh, hebben we het natuurlijk gehad over de sprekers, uh, maar volgens mij heeft Beep er ook nog het een en ander bekend gemaakt vandaag. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen nog? Nou, wij vonden het enorm passen in het thema van verandering. Zelf zijn wij ook een bedrijf um, die uh, enorm veranderd uh, is uh, in de loop der jaren. Uh, niet uh, in de core values van ons bedrijf, maar wel in uh, wat we doen, in de innovaties die we brengen naar deze markt. Um, en we vonden het daarom een heel gepast moment om vandaag ook onze uh, nieuwe... Uh, identiteit onze nieuwe Big Brother identiteit bekend te maken uh, en een nieuwe payoff uh, die we daarin uh, uh, um, gecreëerd hebben uh, Big Brother Eye Opening um, waarin we Eye Opening uh, in alle facetten uh, benadrukken uh, die wij willen doen we willen Eye Opening zijn met de innovaties die we brengen we willen dat onze mensen Eye Opening zijn in hun klantenservice met onze klanten we willen met de benzinedag ook Eye Opening zijn uh, dat we uh, sprekers bereid uh, krijgen en vooral ondernemers vandaag ook bereid krijgen om hun verhaal te delen. Uh, ook hun verhaal van verandering en dat zagen we uh, bij Maxel, die ook hun uh, rebrand heeft gedaan. Um, en we waren heel blij dat we dat mochten doen en we kregen daar hele leuke reacties van uh, uh, in de zaal, in de pauze ook. Kijk, dat is natuurlijk mooi om, uh, om te krijgen. Uh, even ter afsluiting, zou je al iets kunnen zeggen over een volgende editie? Zijn er al uh, enigszins plannen voor? Je wil er in ieder geval aan neem elkaar wel mee verder gaan? Het is nog steeds een groeiend event. Dus ook dit jaar zijn we erin geslaagd om weer bijna 50 mensen meer, bezoekers meer te krijgen. Dus het zou zonde zijn. Om bekend te moeten maken dat, dat, we, dat we ermee stoppen. Dat gaan we absoluut niet doen. Um, in welke context? Uh, ik denk dat verandering heel goed is. Uh, en dat we ook steeds blijven kijken naar dit event. Hoe we het kunnen veranderen. Uh, zodanig dat het ook up-to-date en waardevol blijft. Oké, okay, duidelijk. Dankjewel. Met plezier.